Het Openbaar Ministerie stelt een onderzoek in naar een euthanasiegeval. Waarom is dit nooit eerder gebeurd? Dit is Uitgelicht. Goedenavond. Voor het eerst sinds de invoering van de euthanasiewetgeving stelt het Openbaar Ministerie een onderzoek in naar een sterfgeval. Waarom is dit nooit eerder gebeurd? Straks een gesprek met Alex van Vuren van Schreeuw om Leven. Maar eerst iets anders, want Defensie is flink op de vingers getikt door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Ze deden onderzoek naar een incident waarbij twee militairen omkwamen in Mali. En aan de telefoon heb ik generaal buitendienst Arie Vermeij. Goedenavond, meneer Vermeij. Goedenavond. Ja, de conclusies van het rapport waren behoorlijk hard. Wat was het grootste kritiekpunt dat de onderzoeksraad had op Defensie? Ja, het kritiekpunt lijkt te zijn dat er geen goede controle is geweest op de munitie. Maar er zit veel meer achter dan nu de media daar het oppakken. Maar voordat we daarop ingaan, denk ik dat het ongelooflijk pijnlijk is voor de familieleden, nabestaanden van de omgekomen militairen, om dit allemaal weer te herbeleven. En dat dit ongeveer zo gebeurd zou kunnen zijn. En daar wil ik wel mijn medeleven aan betuigen. Ja, de commandant der strijdkrachten is vandaag ook langs geweest bij de familie om daar ook zijn medeleven voor te betuigen, heb ik gehoord. Ja. Hoe komt het nou, u zegt dat die procedures dus niet helemaal goed opgevolgd zijn. Hoe komt het dat Defensie daar niet goed is gevolgd? Ja, nou, u zegt al, hoe komt het dat Defensie het niet goed heeft gevolgd? Daar verschil ik voorlopig even van mening over. Er zijn dingen waarschijnlijk misgegaan, maar we moeten de wortels van dit probleem eerder zoeken in politieke niveau. Jarenlang is Defensie uitgeknepen qua budgetten en hebben we in de media kunnen horen dat er geen munitie is, of te weinig munitie, of gebrekkige vormen van, of te weinig brandstof, te weinig reservedelen, te weinig geld voor de mensen. En dan gebeuren er dingen die misschien niet goed zijn. Uiteindelijk heeft het dan ook met munitie te maken. En als we nu kijken wat er in het rapport staat, dat de munitie mogelijkerwijs niet deugdelijk was. Defensie is ook nu zelf met een onderzoek bezig. Dan heeft dat natuurlijk ook te maken met geld. Ja. Als wij gewoon magazijnen vol hadden met munitie zoals we dat horen te hebben, dan was er niets aan de hand geweest. Maar er zijn andere dingen gebeurd. Maar ondanks dat tekort aan geld zijn ook de procedures niet gehouden. Want het is niet op een goede manier opgeslagen en niet op een goede manier aangekocht. En zelfs een controle, dat advies is in de wind geslagen. Ja, dat zegt u nu zo, maar ik weet niet of u het rapport zelf hebt gelezen. Daar zit ongetwijfeld een kern van waarheid in. Maar dan moet ik u meenemen naar hoe gaat het op een uitzending. Als je ergens in Afghanistan of in Afrika werkt, waar de temperaturen 40, 50 graden boven nul zijn, waar de omstandigheden heel anders zijn dan in Nederland, dan streven wij erna om arbo, milieu en alle regels die we normaal voor onze militairen, voor onze spullen laten gelden, om die zo goed mogelijk na te leven. Ja, en dat lukt voor een deel en het lukt nooit voor 100%. Zelfs al zouden we ongelooflijk veel geld daarvoor krijgen, lukt het nooit voor 100%. Ja, dus de procedures zijn eigenlijk een papieren werkelijkheid, zeg maar? Nee, die procedures zijn er om in Nederland 100% na te leven. En hoe moeilijker het wordt in een oorlogsgebied of in een crisisgebied of in een operatiegebied, des te minder die 100% kunnen benaderen. Maar we hebben natuurlijk als leidinggevende, en ik heb dat zelf bij 4 verschillende missies ook aan de lijf ondervonden, hebben we de plicht om je helemaal plat uitgedrukt kapot te vechten om het wel voor elkaar te krijgen. Ja. Maar er gaat altijd wel eens wat mis. Ja. Maar al even terug naar Afghanistan en naar Mali. Deze munitie, in de media wordt er verschillend over bericht, is via de Amerikanen gekocht. In een land dat het goedkoper kan produceren. Dat heeft vooral te maken met dat het niet te duur moest zijn. Die munitie is meegeweest ook naar Afghanistan. Geen enkel probleem geweest. Ik weet het niet, maar ik kan me voorstellen, maar ik zit er niet meer in omdat ik buiten dienst ben, dat je naar Afghanistan die munitie had kunnen vernietigen. Als er voldoende munitie op de plank lag. Om gewoon weer door te gaan met de volgende missie. Maar dat is waarschijnlijk niet gebeurd. Want die munitie is wederom gebruikt. Ik weet het niet in detail, maar dat vermoed ik als ik zo alle rapporten lees. In Mali.
Ja. En als dat dan inderdaad dus, er ligt te weinig munitie op de plank, er is gewoon te weinig geld door de politiek gegeven, is het dan wel verstandig om deel te nemen aan dit soort missies? Ja, dat zijn geen afwegingen die militairen moeten maken. Ja. Politici maken afwegingen of wij deelnemen aan missies en wat de geaccepteerde risico's zijn en hoe verantwoordelijk dat is. Ik denk dat we prima kunnen deelnemen aan missies. Alleen moet er dan gewoon geld komen. En geld voor bijvoorbeeld munitie. Maar ja, en er is natuurlijk in Nederland geld genoeg als we met elkaar de juiste keuzes maken. Ja, ja. Nu wordt er veel gesproken over de gevolgen voor de minister van Defensie. Kan dit ervoor zorgen dat zij moet aftreden? Dat zou kunnen, maar dit is niet mijn speelveld. Daar ga ik niet over. Maar het zou ook wel heel hypocriet zijn als dat zou moeten gaan gebeuren. Want willens en wetens hebben de laatste minstens 10 jaar... en eigenlijk is het nog langer aan de gang, hebben wij tekort aan geld gekregen als Defensie. Hebben de politici met elkaar en eigenlijk de hele BV Nederland hebben Defensie tekort gedaan als het gaat om financiële middelen. En dan is er één verantwoordelijk momenteel voor die laatste 4 jaar. Dat is de huidige minister. Ja, daar kun je naar wijzen. Maar dat lost niets op, want de huidige minister die doet er veel beter aan om het probleem op te lossen waar ze nu mee bezig is. En dat probleem oplossen is volgens u geld erbij. Dank voor uw toelichting, generaal buitendienst Arie Vermeij. Graag gedaan. Dan, het Openbaar Ministerie gaat voor het eerst een strafrechtelijk onderzoek starten naar een arts die euthanasie heeft toegepast bij een patiënt. Bij mij in de studio Alex van Vuren, directeur van Schreeuw om Leven. Goedenavond, meneer van Vuren. Goedenavond. Ja, voor het eerst zo'n strafrechtelijk onderzoek. Waar gaat dat onderzoek naartoe? Waarom is dat onderzoek ingesteld? Ja, dit onderzoek is ingesteld omdat er niet zorgvuldig gehandeld is. Hè, en dat heeft dus een regionale toetsingscommissie vastgesteld. Ze hebben een uitvoerig rapport geschreven. Dat gebeurt dus veel vaker. Hè. Jaarlijks krijgen we die rapporten van die commissies, die gaan naar het Openbaar Ministerie. Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat als er maar twijfel is, hè, want het gaat over een strafrechtelijke zaak. Hè, hulp bij zelfdoding is volgens de wet verboden, behalve dan in bepaalde gevallen, hè, en dan onder toezicht van artsen. Ja. Dus het is, er is hier eigenlijk sprake van dwang of de schijn van dwang. Dat is denk ik het meest ernstige in deze zaak. Ja, en kunt u ons meenemen in die zaak van wat is er dan gebeurd in dat hele euthanasieproces in deze casus? Nou, het gaat om een vrouw van 74 jaar die dementerend was, Alzheimer. Dat is een bekende ziekte. Ja. En volgens haar huisarts was ze al het laatste jaar niet meer wilsbekwaam. He, ja. Dus je moet wilsbekwaam zijn om een euthanasieverzoek te kunnen indienen. Ja. Maar ze had wel een verklaring al gezegd. Zij had een verklaring en ze had gezegd in die verklaring, en dat heeft ze wel eens herhaald, als ik naar een verpleeghuis moet, dan wil ik euthanasie. Ja. En zij ging naar een verpleeghuis, maar het punt is dat als ze daar dan komt, dan moet ze eigenlijk alsnog aangeven van nu wil ik de euthanasie. Ze heeft nooit een euthanasieverzoek zodanig ingediend. Of mondeling dan. Ja, en zij heeft uiteindelijk heeft een arts besloten om euthanasie toe te passen bij haar. Maar daar zijn ook dus dingen misgelopen. Want daar komt eigenlijk die schijn van dwang waar u het over had om de hoek kijken. Ja, kijk, die hele dementie, euthanasie bij dementie is een discussiepunt. Ook onder artsen die voor euthanasie zijn. Dat is al het is al langere tijd in het nieuws, hè, omdat dus euthanasie bij dementie toeneemt. Een aantal artsen zijn er wel voor, maar daar wordt dan gesproken over stiekeme euthanasie. Ja. Hè, dat is een term waarmee geschermd wordt, dat wordt dan natuurlijk ook bestreden. Maar in dit geval was het stiekem, want die mevrouw kreeg een slaapmiddel toegediend en dat slaapmiddel is dan de voorfase van de euthanasie-toediening. Ja. En dat werd stiekem gedaan.
kreeg ze in de koffie. En daarna... En ze kreeg dat dus in de koffie, alsof ze gewoon om 10 uur 's morgen zeg maar een kopje koffie kreeg, maar ze wist niet dat daar slaapmiddel in zat. Nee. Dus dat zou dan dwang kunnen zijn? Dat was stiekem. En ja, daarna werd er dus de euthanasie toegepast. Hè. Daar is dan een ander middel voor. En op dat moment dat dus die spuit gegeven werd, weerde ze dat af. Ja, ze trok haar hand terug, ja, toen de spuit. Dus daar had de arts ook moeten stoppen. Ja, dat is het oordeel van de toetsingscommissie. Hè? Dat, ja, is niet uw bevinding, dat is het oordeel van de toetsingscommissie. Ja. Die toetsingscommissie heeft daar dus uitvoerig onderzoek naar gedaan. 10 pagina's dik rapport. Dat is dus naar het OM gegaan en die heeft dus nu gezegd... dit moet vervolgd worden. Ja, nou, er zijn in de loop der jaren veel meer discutabele situaties geweest. Hè? En vorig jaar is dat voor heel Nederland te zien geweest in de documentaire, waar mevrouw ook met dementie zei van huppakee. Ja. En dat werd uiteindelijk geïnterpreteerd van huppakee, nu moet die euthanasie plaatsvinden. Ze had natuurlijk wel een doodswens, maar goed... dat was toch best wel tegen de grens of over de grens. Dus in heel veel gevallen, hè, dit is gedocumenteerd, maar er bestaan veel meer gevallen die in het verleden gedocumenteerd zijn, ook dus, dus het stempel onzorgvuldig hebben gekregen. Ja. Dus dat dit nu gebeurt is opmerkelijk. Ja. Die procedure, hoe gaat dat nou precies in zijn werk? Want we hoorden net al wat verschillende termen langskomen. Deze vrouw die had dus, voordat zij naar dat verpleeghuis ging... en voordat zij onbekwaam was... had zij een wilsverklaring opgesteld. Wat houdt dat precies in, zo'n wilsverklaring? Ja... Dat is gewoon dat je dus aangeeft, ik wil op een bepaald moment dood. Ja, en waarom dat dan is. Ja. En deze vrouw heeft dus aangegeven, ik wil dat omdat ik dan, als ik in het verzorgingshuis kom, dan... Nou ja, dat vind ik zelf ook verbazingwekkend, want wie komt er niet of mogelijk in een verpleeghuis? Of je kunt in een half uur na nu in een ziekenhuis terechtkomen waar je ook niet meer uitkomt. Ja, alsof dat een reden is om dood te willen, ja. Ja, maar mensen schrijven dat daarin op. Vervolgens, dat is opgeschreven, op het moment dat dat dus zich toe voordient, zeg maar, hè, ze komt in een verpleeghuis, dan moet er eigenlijk een verzoek tot levensbeëindiging zijn. Dus daarnaast moet nog iemand, moet ze zelf aangeven, zeg maar... ik wil eruit stappen. Ja, dat is natuurlijk ook moeilijk te bepalen. Het moet ook een duurzame wens zijn. Hè? Dus niet de ene dag ja en de andere dag nee. Dat is natuurlijk ook geen basis. Dus dat is een aspect waar zeker ook volgens de regels, volgens de artsen ook naar gekeken moet worden. Dit is een heel discussiepunt bij artsen. Hè? Ja. Dus een aantal artsen, 220 artsen, hebben in de pers een advertentie geplaatst begin dit jaar. En gezegd, wij willen dit niet. Wij willen geen euthanasie bij dementerenden. Want bij dementerenden kun je nooit uitmaken of zij lijden. Hè? Ja. Dus ze kunnen zich moeilijker uiten. En er is ook ervaring bij dementie. Dat natuurlijk, als je van tevoren kijkt en je bent gezond, dan zeg je misschien, zo wil ik nooit worden. Hè? En dat heeft iedereen natuurlijk. Het is niet helemaal gezond. Maar als je in die situatie bent, dan heb je een ander bewustzijn. Ja. Waardoor je ook wat je anders normaal als eis hebt van jezelf, dat je dat ook niet meer hebt. Je gaat zeg maar anders naar het leven kijken. Ja, je wordt natuurlijk ergens kinderlijk en ergens beperkt. Ja. Maar ik kan me zo daar voorstellen hoef je dat, ook niet aan te lijden. Ja, dat kan inderdaad zo uitpakken dat je dan inderdaad bij de pakken neer gaat zitten. Maar dat kan ook misschien wel voor zo'n dementerende bevrijdend zijn en dat hij nog een prima leven heeft op dat moment. Hoe vervelend het ook is natuurlijk. Kijk, degene die voor euthanasie zijn, die komen altijd met de moeilijke gevallen. Ja. Maar ja, je leeft niet voor jezelf. Hè? En als er ook iemand hiernaar kijkt en met deze dingen te maken heeft en stoeit...
ja, je leeft toch niet voor jezelf. Elk leven is waardevol. En wij hoeven ook niet een maat te hebben van hoe waardevol een leven is. Want als we met die maat beginnen, en daar zijn we natuurlijk al lang mee bezig... Ja. Dan raken een aantal levens afgeschreven. Ja. Nou moet het uiteindelijk, als dat verzoek ingediend is... moet het nog weer gecontroleerd worden door een andere arts. Dus er kijken twee artsen naar en dan uiteindelijk wordt die euthanasie toegediend. En dan komt er zo'n regionale toetsingscommissie om de hoek kijken. Die gaat dat nog weer controleren. Dus er zijn heel veel controles op controles. En uiteindelijk gaat dat dan, als er iets mis is, gaat het naar het OM. Dat is al 86 keer gebeurd. Maar er is nog nooit een onderzoek geweest. Waarom heeft het OM sinds 2002 nog nooit zo'n onderzoek gedaan? Het is heel uitzonderlijk. Hè. Dit is een zwakte in ons rechtssysteem. Dat dus eigenlijk euthanasie feitelijk gedoogd wordt. Hè. Zo is de euthanasiewet ook gekomen. Hè. Daarvoor werd het ook toegepast en gedoogd. Hè. Dus er was geen wet voor. Het was duidelijk tegen de wet. Nu hebben we een wet nog steeds in het strafrecht... Waar toch heel duidelijk een aantal richtlijnen in staan. Maar de commissie Schnabel, een onderzoekscommissie van de overheid zelf, van de regering... heeft gezegd van ja, er is heel veel rek binnen die wetgeving. Hè. Dus de regels zijn rekbaar. Het is in ieder geval een goede zaak dat er een signaal uitgaat... van dat uiteindelijk justitie... aangeven van ja, we zijn bereid om in te grijpen. Ja, maar goed, u zegt er al van, er is een tendens, een gedoogbeleid... dat het allemaal maar moet kunnen. Bent u er dan van overtuigd dat justitie hier met een neutrale bril naar kan kijken? Naar zo'n onderzoek? Tja. Of zouden zij ook zich bezighouden met die rekbaarheid van die wet? Nou ja, ze hebben natuurlijk bewezen dat ze... in andere zaken, hè, dus medische tucht en controle achteraf door justitie... is iets wat plaatsvindt, hè, ook op andere gebieden. Maar juist bij die euthanasie is het opmerkelijk dat daar nooit een stap is gezet... en dus is nooit naar de rechter gegaan. Daardoor is er ook geen jurisprudentie. Ja. Hè, dus ook heel veel onduidelijkheid, omdat er nooit een rechter naar gekeken heeft. En... dit is in ieder geval een stap de goede richting, ook al is het een heel klein stapje. Want de euthanasiewetgeving gaat hier niet mee van tafel, zeg maar. Maar het kan wel duidelijke kaders gaan krijgen. Nou ja, een aantal groepen mensen kunnen alsnog buiten die euthanasie gaan vallen. Ja. En als je het hebt over dementie, iedereen kan dat weten uit zijn omgeving en... dat is iets wat alleen maar gaat toenemen in Nederland. Hè. Dat gaat om vele, vele mensen. We moeten niet willen dat euthanasie daar een reguliere optie voor wordt. Omdat mensen voor de buitenwereld niet meer te bereiken zijn. De toekomst van euthanasie. Er is natuurlijk al een heel debat geweest over levenseinde. Hoe ver gaat dit nog oprekken, zeg maar? Hoe gaat dit door? Tja, wij als Schelm Leven zijn hier ook ingedoken. We hebben een euthanasiedossier gemaakt. En ook gekeken naar de maatschappelijke ontwikkelingen. Als je kijkt naar... allerlei organisaties die ontstaan zijn en die nog steeds groeien. Een NVVE met een omzet van miljoenen. Ja. Een levenseindekliniek met een budget van meer dan 4 miljoen. Recentelijk laatste wilmiddel, een poeder om een einde aan je leven te maken. Het gaat steeds maar verder. Dus gelukkig is voltooid leven... En dat is dan een voorstel om euthanasie bij de artsen weg te halen. Wat dus de sluis nog verder openzet. Dat is politiek even van tafel. Ja. Bent u niet een roepende in de woestijn? Hè? Als u dit zo allemaal opneemt, gaat dit ooit van tafel? Nou ja, het is in ieder geval belangrijk dat je voor je geweten het goede doet. En ook de juiste dingen zegt. Niet... per se verwachtend dat het effect direct is. Ja.
Maar goed, het moet wel gehoord worden. Ja, het moet gezegd worden. Dank voor de toelichting. U bedankt voor het kijken. Volgende week dan zijn we er weer. Graag tot dan. Dag.